Bart Chabot kan veel. Hij is dichter, journalist. We kennen hem als biograaf van zijn vriend Herman Brood. En hij is ook een geliefde gast in allerlei talkshows. En sinds een paar jaar is hij ook nu echt wel romanschrijver. En vandaag verschijnt zijn tweede roman, Easy Street. En je bent er. Ja, je bent en je er, ziet ja. er goed uit. Dank je, Anja. Hoe gaat het met je? Ja, bij mij is het allemaal erop smeren. Nee, ik heb gezien voor de smink. Nee, helemaal natuurlijk. Nee, maar hoe gaat het met je? Want een paar jaar terug dacht ik, we raken je kwijt. Ja, nou ja, het is, was even een pittige tijd, zou ik maar zeggen. Ja. Hoe gaat het met die tumor in je hoofd? Ja, die houdt zich gedijst. Nou, dat is... Ja, die houdt zich gedijst. Ja, dat is niet echt heel erg leuk, Nee. En verder heb ik vorige maand even wat problemen met het hart gehad. Maar die zijn opgelost. Het hart is gereset. Oké. Dus ik ben weer... Maar je zegt dat heel makkelijk. Maar ben je gedotterd of zo? Nee, ik krijg zo'n stroomstoot. Oh. Ja, wat je wel eens in de Amerikaanse serie ziet. Om weer een beetje op te... Ja, om het hart in de goede ritme te krijgen. Ik krijg een stroomstoot. Dus doe je baf. Oh. En dan als het goed is, stik je je goede ritme. Als het niet goed is, heb je een probleem. Je ziet er namelijk wel goed uit. En ik kan me ook zo voorstellen, jij was natuurlijk zo dol op Herman Brood. Er is een prachtige documentaire, of een film weer van over hem gemaakt. En ook Brood. Herman. En is dat nou, ben je nou gezonder gaan leven na zijn dood? Nee, na Herman's dood ben ik eigenlijk gewoon doorgeruist. Maar je denkt gewoon, ik ga gewoon door. Ja, dat maakt niet zo heel veel uit. Maar wel natuurlijk na al die fysieke malheur, zal ik maar zeggen. Ja. De hersentumor was nog te overzien, maar het hart was vorig jaar al een probleem. Dus. Maar kom je dan niet in een fase dat je dan voor jezelf denkt van, ik moet toch wel even wat rustig aan doen. Die fase heb je. Ja, die fase heb je natuurlijk. En dan op een gegeven moment, een paar maanden, denk je, ach, ik kom bij die fase verrotten. Nou, je moet natuurlijk wel leven, hè? Ik wil het even hebben over je boek, want je hebt een nieuw boek uit. Ja. Het is geen kookboek. Geen kookboek, het is gewoon echt een roman. Ja. Een heerlijk Chabotiaanse roman. Ja. Wat betekent dat? Ik denk dat betekent, bedoeld wordt daarmee dat het een roman is waarbij het plot, het verhaal, op zijn Amerikaans verteld wordt, met veel dialogen, hoge snelheid. En daarbij is het overgoten met iets wat typisch voor mij is, zal ik maar zeggen, een dichtelijke inslag. Dus veel droomscènes en nachtmerachtige scènes zitten erin. En ik denk dat is wel een vrij aparte combinatie. Ja. Kom ik niet vaak tegen. En kwam hier gemakkelijk, het boek? Want je hebt nu natuurlijk, je hebt vier zoons. Die zijn volgens mij alle vier het huis uit. De laatste net de deur uit. Oh, je hebt een empty nest nu. Ja, nou, het is wel even wennen, ja. Ja, want vier jongens. Ja. Dus je fysiek erg aanwezig natuurlijk. En jij was ook een beetje... Oh, ja, en jij was natuurlijk... Oh, wat een prachtige jongen. Knappe gast, stel, hè. Ja. En jij was natuurlijk ook een beetje de huisvader, hè. De deur uit. Ja, oh, ja. Elke week. Maar goed. Maar jij was de huisvader ook. Ik was de school, ik kookte ook en zo. Ja, want je vrouw is huisarts. En jij... Dus waar heb je nou empty nest... Empty nest of denk je van nee, nou kan ik gewoon weer eens een boek schrijven? Het is een beetje dubbel. Het is gewoon goed. Kijk, de jongens moeten een eigen leven krijgen. Ja. En ik kan niet op ze gaan zitten de hele leven. Ja. Dus ze moeten zelf de wereld in. Dat moet op een gegeven moment gebeuren. Dat weet je hoe dat gebeurt. Je moet oppassen dat je niet in melancholie belandt. Dan loop je langs zo'n lege kamer, dan zie je een bedje staan. Ja. Dat ziet ze toch nog wel. Ja. Ik snap precies wat je bedoelt. Het is verschrikkelijk. Ze gaan weg en dat je denkt, nu al? Ja. Het is zo voorbij. Ja, je moet echt... De tijd dat ze bij je zijn, moet je ontzettend van genieten. Ja. Want het is echt zo om. Cliché, maar het is echt zo voorbij. Nou, dat geldt niet alleen voor kinderen, hoor. Nee, in jouw geval niet. Ik wil toch nog eventjes terug naar het boek. Want je hebt het geschreven vanuit een vrouwelijk perspectief. Ja. Vond ik heel grappig. Ik denk, jij met je vier mannen. Ja. Hè, met z'n vijf mannen. En dan een vrouw thuis. Maar, hoe kon je daar... Waar heb je die inspiratie vandaan gehaald? Ja, ik heb natuurlijk veel over mannen geschreven. Herman Brood natuurlijk en ook wel anderen. Het kost me eigenlijk geen moeite. Kijk, het staat of valt natuurlijk schrijven of überhaupt wat je doet. Creatieve beroepen. Het staat of valt altijd met of je belangstelling hebt voor een ander. Je moet willen luisteren naar een ander. Je moet je in een ander interesseren. En dan is man-vrouw niet zo vreselijk interessant. Het gaat om of de ander iets meldt, iets te vertellen heeft wat jou boeit. Waar je wat mee kan. Af en toe is het wel een beetje zeikwijf. Het is iemand die verkruimelt. Het is iemand die hoog begint, goed begint. Ja. Zelfs, laten we zeggen, in feite de teugels in de handen heeft het gezin. Ja, mannen corrigeert en zo. En gaandeweg de rit, gaandeweg het verhaal, raakt ze in de problemen en verkruimelt ze. Ja. En gaat ze eigenlijk stevens op haar ondergang af. Ja. Nou, ik wens je heel veel succes met het boek. Ja, dank je, Anja. Dank je. Heel veel plezier. Dank je wel dat je hier was. Leuk, schat. Ja, hartstikke leuk.